Wat doet u zelf anders? Wat ik zelf anders ga doen is dat ik van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer ga. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier in de Eerste Kamer gewerkt. Maar het is toch een beetje alsof je de trein bestuurt vanaf de achterste wagons. En het lijkt me heel erg uitdagend, leuk en spannend om de trein eens vanuit de eerste wagons te sturen. Wat moet er in Nederland anders? Wat er in Nederland moet gebeuren, dat is verandering. D66 noemt dat hervorming, zowel op de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs, het bestuur. En we moeten zorgen dat Nederland het meest duurzame land van Europa wordt. En dat moet er gaan veranderen. Hoe moeten we het anders doen? Hoe we dat gaan doen is met een hele duidelijke en concrete visie. Bijvoorbeeld in het onderwijs gaan we een paar miljard meer investeren. Zorgen dat de onderwijssalarissen op orde komen. Zorgen dat we kleinere klassen krijgen en betere docenten voor de klassen. Zorgen dat de doorstroming goed geregeld is. Enfin, al die maatregelen die we in ons verkiezingsprogramma hebben, die gaan we ook nu eens een keer echt doorvoeren. En wel in een periode van ongeveer 4 jaar. Dus het is ontzettend belangrijk om vast te houden aan wat we hebben afgesproken en dat ook echt te gaan uitvoeren. Wat stemt u op 9 juni? Op 9 juni stem ik zeker en vast op D66.